Ik sta nu midden in de optocht vanaf het centrum van Utrecht naar de Galgenwaard. Want vandaag begint het EK voor de vrouwen. En dat is in deze mooie stad, in mijn stad, in Utrecht. Hey! Ze gaan vandaag beginnen tegen Noorwegen. Dit is echt een geweldig mooie wedstrijd. Ik denk dat ze gaan winnen. Maar ik ga nu eerst even meelopen. En ik ga even kijken hoe de spanning en de sfeer is onder de mensen. Waar ben je naartoe onderweg nu? Naar het stadion. Ja, want wie speelt daar? Nederlands elftal van de dames. En zijn jullie al een beetje zenuwachtig? Ja, een beetje. Ik hoop wel dat ze winnen. Maar wat denken jullie? Ik denk wel dat ze winnen. Ja? Ja. En wat moeten ze doen om die Noren te verslaan? Scoren! Ze moeten heel veel scoren aanvallen. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Ja. Meiden, wat zien jullie prachtig uit. Waar komen jullie vandaan? En meiden! En jullie komen hier speciaal om met deze optocht mee te lopen? Ja. En waar gaan we naartoe? Naar de wedstrijd. Gaan we winnen? Ja! Gaan we scoren? Ja! Hoeveel keer? Heel veel keer. 10 keer. Dus we gaan 10 keer juichen. Ja. En wat zeggen we dan? Let's go. Let's go, girls. Yes, we zijn klaar. Dankjewel. Wat verwachten jullie van het toernooi? Eerste. Kampioen. Ja. Wie is jullie favoriete speelster? Lieke Martens. Ja, ook. Allemaal Lieke Martens. Gaat Lieke scoren vanavond? Ja. En waarom is Lieke zo goed? Acties, snelheid. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Oh, het is Limburgs. Dat is het belangrijkste. We gaan winnen! Dat is ons EK! Ons EK! Ja. Yes! Voor het publiek, voor de fans en voor jullie en voor alle speelsters. Iedereen die het hele toernooi groot maakt. Precies! Juist! De broer van een van de grote sterren van het Nederlands elftal, namelijk het broertje van Vivianne Miedema. Hoe voel jij je? Ja, ik ben wel een beetje gespannen voor de wedstrijd, maar ik denk dat het wel goed gaat komen. Jullie zijn heel close, hè? Ja. Je zus en jij? Ja. Ook alle twee spits? Ja. Dus jij weet hoe het vanavond een beetje voor haar is om daar te staan. Hoeveel gaat het worden? Ik zeg 2-0. Nou, dat is niet slecht tegen Noorwegen, toch? Nee, daarvoor. Belangrijk op een Europees kampioenschap is natuurlijk de opening van het toernooi. Dat is altijd een enorm spektakel met muziek, vlaggen van alle landen en een geweldige show. En wie natuurlijk heel belangrijk zijn, zijn de vlaggedragers op zo'n toernooi. Ik ga op zoek naar die meiden en even kijken wat hun taak precies inhoudt. Waar moeten jullie allemaal aan denken? Waar je moet staan. Strak houden. Strak houden? Op je knieën. Nou, tenminste dan met ik. Jij op je knieën? Altijd daar zo naartoe blijven kijken. En waarom moeten we eigenlijk die kant op kijken? Omdat daar het belangrijkste publiek zit. Ja, wie zitten daar dan? De koning en Nederland. Oh ja, nou de koning is al heel belangrijk, toch? Ja. Voel je het al een beetje? Ja. Die spanning? Ik heb er wel heel veel zin in. Ja? En straks wordt het echt kippenvel, denk ja, je niet? Ja, ook tijdens het volkslied. Het oefenen was natuurlijk al heel erg spannend, maar nu is het hele stadion nog leeg. Kan je nagaan als het vanavond helemaal uitverkocht is en dat je dan die taak goed uit moet voeren? Ik snap dat die meiden dan best wel een beetje zenuwachtig zijn. Zoals jullie achter me kunnen zien, staan de mensen nu in de rij om het stadion binnen te gaan. Ik kan ook niet wachten. Het betekent dat de vlaggedragers zo meteen in actie gaan komen. Ik ben heel benieuwd hoe die meiden het gaan doen. Maar eigenlijk nog veel belangrijker, gaan de Oranje Leeuwinnen het vanavond goed doen? Ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in. Vergeet niet te liken en te abonneren. En laat mij even in de comments weten wie de Europees kampioen gaat worden. Dan ga ik nu heel snel mijn stoel opzoeken, want ik kan niet wachten.